Open! Ik kom zijn uit! Leuk nieuwtje, we hebben de NIPT-uitslag gehad. Lekker hoppakee, zo'n tweeling nog inpassen. Ik heb allemaal leuke spulletjes binnengekregen voor de Gender Reveal volgende week. Of team boy of team girl. Hey, super leuk dat je kijkt naar nieuw van Kellycaresse.nl. Het is vandaag vrijdagmiddag. Ik heb net mijn vorige vlog afgesloten en we hebben een heel leuk weekend voor de boeg. Ik ga niet alles van het weekend vloggen, want Yannick gaat ook een hele leuke vlog opnemen. Ik ben op dit moment 12 weken en 4 dagen zwanger. Maar nee, dat is niet waar. 13 en 4. Maar in deze vlog word ik 14 weken zwanger. Dus vandaar de titel natuurlijk. We gaan nu gezellig afspreken met Kim van Albu en Ilonka. Superleuk om elkaar weer te zien. Ik ga naar haar huisje toe. Huis toe. Heel leuk om naar te kijken en de kids te laten spelen. En we hebben dit weekend maar 2 kinderen. Op verjaardag krijgen de kinderen als cadeau dat ze dus bij oma mogen logeren, opa en oma. En Lana is dit weekend aan logeren en die heeft een heel leuk programma met mijn ouders. En die gaan morgen naar een voetbalwedstrijd met mijn vader en allemaal leuke dingen. En wij zijn onverwachts uitgenodigd voor een heel leuk weekendje weg in Limburg. Dus we gaan met 2 kindjes op pad. Heel erg onwennig toch ook wel weer. Maar goed, we gaan dus nu eerst even langs Kim en dan rijden we door richting Limburg. En zal Yannick een uitgebreide vlog van ons weekendje weg gaan delen. Dus die moet je ook zeker in de gaten houden op zijn kanaal. Dus kijk gezellig met ons mee. Wij zijn gezellig bij Kim met alle kindjes. Tenminste niet met Lana, maar wel met heel veel kindjes. En we vallen gelijk met de neus in de boter. Met heel veel lekkers. Hi dames. Nou, lekker verderij. Ja, jij zit al heel de tijd op dat kiesje, hè? Ja, lekker, hè? Oh. Jij hebt deze gemaakt, hè? Wat hebben jullie dat mooi gemaakt? Zo, hé. Oh, wat lekker. Mijn is geballen. Oh, ja, hij was gewoon heel zwaar, denk ik ook, hè? Al die versieringen. Ze gaan al... Ja. Ja. Sorry, ik ben een slechte postbezorger, want ja, ik kom hier nou voor de 2e keer langs, maar ik heb nu een pakketje van Candy. Oh, ik ben wel heel benieuwd hoor. Ja, ik ook wel. Ik ben echt heel benieuwd. Nee, nog niet. Nou, ik ben benieuwd wat er in mijn pakketje zit. Wilt u even hier ondertekenen? Doe open. Open. Hier komt zijn uit. Goedemorgen, en toen was het alweer maandag. Ik heb heel weinig van het weekendje laten zien. Ook omdat mijn man, Papa Sjenkie, Yannick, een hele uitgebreide vlog van het weekend heeft gemaakt. We zijn gaan slapen in een safari tent op de camping. Dat was echt super leuk. We zijn een dagje naar het Spookjesbos in Valkenburg geweest. We zijn gaan eten bij de Koreaan. We zijn naar Maastricht geweest. Dat was echt super leuk. Dus meer daarover in zijn uitgebreide vlog. Nu is het weer maandag. Yannick is weer aan het werk. Het is herfstvakantie hier. Ik ben in principe de hele week vrij, behalve vandaag. En ik heb donderdagavond de kookworkshop in de KC Club. Waar ik heel veel zin in heb. Maar verder ben ik ook gewoon lekker vrij. Vandaag heb ik een opnamedag dus. Opnames voor een heel leuk project waar ik ook vorige week was. Dus vandaag gaan de meisjes gezellig bij oma spelen. Dus ook daar heb ik heel veel zin in, want het is een hele leuke dag vandaag. Ik ga daar even sporten. En ik sport nog heel lichtjes hoor, moet ik er wel even bij zeggen. Ik heb het eerste trimester helemaal niet gesport. Nu kijk ik gewoon wat ik aan kan. Ik sport ongeveer 20, 30 minuutjes per keer maximaal. En dan focus ik me echt op mijn beenspieren, mijn billen, mijn rug, schouders en armen. Vooral ook, weet je, straks wordt die buik steeds zwaarder. En dan is het gewoon fijn dat mijn rug dat ook goed trekt. Dus dat wat ik kan blijven doen, blijf ik doen. Maar zeker niet intensief, zeker niet extreem. Heel relaxed. En ik moet er wel bij zeggen, mijn lichaam is natuurlijk ook gewend om regelmatig te sporten. Dus dan is het ook wel goed om het bij te houden. Maar wel op een rustiger tempo. En ik wandel natuurlijk ook veel, ook met de hond. Dus op die manier probeer ik wel in beweging te blijven. Maar het is heel anders als voor de zwangerschap natuurlijk. En weet je, zodra ik merk dat het niet meer gaat, dan stop ik er ook mee. Ik kijk gewoon wat ik aan kan. En ik voel gewoon heel goed mijn lichaam aan. Ik neem jullie deze week weer gezellig mee. Na het sport heb ik gedoucht, aangekleed, de kindjes aangekleed, kindjes eten gegeven, dat soort dingen. En vandaag ga ik op pad en ik neem lekker eten mee. Dat doe ik eigenlijk altijd voor de zekerheid. Je weet nooit of er ergens iets te eten is. En als dat is, is het al vaak niet low carb. Ja, dus ik ben een lekkere salade aan het voorbereiden. En daarvoor vind ik dit bakje van Systema wel heel erg makkelijk. En ik had dus nog van een andere salade die dus niet meer goed was. Of tenminste, waarvan de sla niet helemaal meer lekker was. Deze zakjes nog, met de kaas, dressing en nog iets. En ik heb daar nog veldsla, komkommer, paprika bij gesneden en tomaatjes. Eitje. Dus dan heb ik gewoon een heel lekkere salade. En dan heb ik lekker nootjes mee. Drinken. Neem denk ik ook nog wel iets van fruit mee. En dan kan ik lekker, ben ik voorzien van eten. We hebben net Nico'tje opgehaald bij de kennel. Dus ik ga hem heel even laten plassen. Zodat ik hem, dat hij een paar uurtjes alleen thuis kan zijn. Nou, ik zit nu met mijn vader in de auto. Die is vandaag mee naar de opnamedag. Vorige keer was het Yannick. We zijn heel benieuwd. Ja, we gaan dus iemand verrassen. En als het online staat, kan ik het jullie delen. Dus ik ben heel benieuwd. Heb je er zin in? Ja, ik wel. Weer thuis. Het was echt super leuk met de opnames. Degene die we gingen verrassen was weer super verrast. Dus dat was echt heel erg leuk. Ik heb de kids opgehaald bij mijn ouders. En nu ga ik lekker koken. En ik ga best wel een apart gerecht maken. En ik ben dan ook erg benieuwd of de kinderen het gaan eten. En hoe ze het gaan eten. Maar ik ben zelf heel benieuwd. En ik merk gewoon, sommige dingen moet je gewoon uitproberen. En dan werkt het de ene keer heel goed. En de andere keer niet. Wanneer je denkt dat het super goed zal werken, werkt het voor geen meter bij de kids. En wanneer je denkt, nou dat gaan ze niet eten, blijkt het ineens heel lekker te vinden. Dus ik probeer gewoon van alles uit. En ik ga dus nu voor de gebakken avocado met gerookt ei. Nou, ik heb überhaupt nog nooit een gerookt ei op. Ik ben zelf heel erg dol op avocado. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ja, kinderen, Ik heb hiervoor een recept van Crisp. Dus het is eigenlijk gewoon allemaal in één keer in mijn mandje gegooid. Gebakken avocado met gerookt ei dus. En ik heb dus een avocado. En dit zijn dus die avocados waarbij je de eerste 2 dagen hele rijpe hebt. Dan eentje minder rijp, zodat je het meer verspreid kan maken. Dus dat is wel echt ideaal. Met sla, radijsjes, ricotta. Dit zijn speciale kruiden, specerijen. Pizzabroodjes, tomaat, komkommer. Nog meer komkommer en munt, citroen. Dus ik ga hiermee aan de slag. Ik heb deze nou zo in die ovenschaal gedaan. Ik moet er nou dus een beetje van dat sumac op doen. Nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar het ruikt wel echt heel lekker. Dus dat doen we dan maar gewoon. Dit is het eindresultaat. De pita broodjes met de avocado's met gerookte ei. En deze kan je natuurlijk lekker dippen in die ricotta kaas die lekker kruiden heeft. Met een gemengde salade met ook onder andere radijs. Dus ja, we gaan lekker smullen. En ik heb voor de kinderen ook hummus erbij gedaan. Hummus, hoe je het ook wil doen, maar om ook de broodjes in te dippen. Dus we gaan lekker eten, dames. Goedemorgen, I woke up like this. En mijn camerabatterij gaat bijna uitvallen. Ik ben nog in mijn badjas, het is alweer 9:30. Even een slow start vandaag. We wilden eigenlijk vandaag naar de dierentuin, maar ik denk dat we het gewoon even rustig aan gaan doen. Even een dagje pas op de plaats, even een dagje rustig aan. Ik ga daar douchen, mijn haar wassen, ik ga de hond laten, me klaarmaken. Maar verder wordt het gewoon denk ik een beetje tranquilo vandaag. Best wel wat drukke dagen achter de rug, mijn camera doet het nog steeds. En de kinderen die wilden ook echt niet slapen, dus ik denk dat het goed is om een beetje een chill dagje in te lassen. Het is ook helemaal niet zo mooi weer, dus volgens mij is het ook wel lekker om een beetje een binnendagje, een beetje Lego, een beetje spelen, zo'n soort dagje in te lassen. Maar ik moet wel nu gaan douchen en me klaarmaken, want anders zit ik echt nog de hele dag als maar vlodder hier. Is daar ook weer niet de bedoeling. En Yannick, die komt zo thuis. Het is hier ook nog één grote chaos qua ontbijtzooi. Wel heeft iedereen gegeten, dat dan weer wel. Nou, ik zal allemaal eens even wat gaan doen. En ik laat dit natuurlijk juist gewoon zien om gewoon real life te laten zien, weet je. Natuurlijk laat ik ook mooie plaatjes zien en dan gebruik ik hier en daar een filter en een make-upje. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk. En is het leven, geniet ik enorm van het leven en ben ik heel positief ingesteld en heel positief. Maar soms dan zit je er zo bij, soms dan heb je even je dag niet, soms dan voelen dingen anders. Nou, ik voel me verder wel heel vrolijk en prima. Maar ik ben gewoon lekker een beetje zo, een beetje chill, een beetje in vakantiemodus. Beetje, we zien wel waar het schip strandt vandaag. En het was dan weer namiddag. Ik ben wel gedoucht, gemake-upt, aangekleed en zo. Maar niet meer gefilmd. We hebben lekker aangekeuveld in huis. Een beetje opgeruimd, spelletjes gedaan. Een heel Lego stuk opgebouwd. Heel erg leuk. Even lekker gewoon binnen aangerommeld. En nu gaan we gezellig eten bij mijn schoonouders. Dus dat was ook leuk, zijn we uitgenodigd. En ik heb jullie gesminkt. En opa. Mooi. Regenboogjes, prinsesje. En het is een beetje niet gelukt. Ja, mama is... Nou, en bedankt. Mama is niet zo heel goed met sminken, maar ik ben aan het oefenen. En het was wel leuk om te doen. Dus, nou, let's go. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben aan het vloggen samen met Amy. Ik moet nog lekker in de pyjama lopen. Wil ik dat vloggen is, schat? Ja, ik heb ook een camera. Ik ga je vandaag echt wat meer meenemen in de vlog. Want ik vergeet elke keer die camera te pakken. Super stom. Leuk nieuwtje. We hebben de NIPT-uitslag gehad. En goed nieuws, want we hebben een hele goede NIPT-uitslag gehad. Er was niks gevonden, dus alles was helemaal in orde. Dat betekent dat we dus een goede 13 weken echo hebben en een goede NIPT. Dat betekent dat we 2 hele belangrijke mijlpalen nu goed hebben volbracht. Dan volgt alleen maar tot 20 weken echo. En meer kan je niet onderzoeken. Ik bedoel, uiteindelijk kan er natuurlijk altijd wat zijn. Maar voor zover ze dat tijdens de zwangerschappen kunnen onderzoeken, is het tot nu toe allemaal goed. Dus dat is heel fijn. Vandaag zijn we lekker vrij. Wel hebben we van alles te doen. Want vandaag we gaan vandaag schminken. En vandaag komt mijn schoonzus uit Frankrijk met haar man en zoontjes deze kant op. Zij logeren hier tot en met maandag. Dus dat is super gezellig. Dus we gaan vandaag even het huis klaarmaken. De logeerbedden klaarmaken. Zorgen dat alles weer netjes is. Ik doe ook even een poetsronde. En verder gaan we gewoon een beetje lekker spelen en chillen. Hier zitten de twee nog heerlijk in pyjama te spelen. Ik heb ze gisteren al gesminkt. En ja, het ging er bij Feline niet helemaal af. Maar ik ga ze daar opnieuw sminken. Vinden jullie leuk, hè, dames? Maar je moet niet op de wenkbrauw doen. Dat gaat er niet af. Dat gaat er niet goed af. Zeker rood, hè, schat? Maar dat is helemaal niet erg. Hier zijn ze lekker aan het spelen. Ja, ze hoeft niet naar school vandaag, dus dat scheelt. Dus ik ga jullie daar weer sminken, gaan we lekker spelen en de boel klaarmaken vandaag. Ik ben lunch aan het maken. Ik maak voor de meisjes wentelteefjes en voor mezelf een hele lekkere salade. Hier bak ik de wentelteefjes, witte boterhammetjes, lekker als verwenboterhammetjes. In een eiermengsel van ei, melk, een beetje bastsuiker, koek- en speculaaskruiden en kaneel. Super lekker. Deze ga ik even omdraaien. Die zullen al lekker gaan. Oh nee, die moeten nog even. Deze zijn bijna klaar en dat is lekker natuurlijk met wat stroop om echt als een soort pannenkoek te bakken. Oh, dat ziet er lekker uit. De meisjes zijn ook mooi gesminkt. En we zitten heel even hier te eten, want daar staat alles vol met ons Lego bouwwerk. En anders gaat het kapot. Ja, precies. En we hebben er 5 uur aan gewerkt. We hebben er heel hard aan gewerkt. Ja. Dus we zitten even lekker hier te lunchen. En ik heb lekker een salade gemaakt. Ik heb wel een paar hapjes van hun wentelteefjes op hoor. Maar ik heb een salade met avocado, tomaatjes, een eitje, feta kaas. Die zit er ook doorheen ergens. Een komkommer, zout, peper, een beetje halvanaise en dus dat eitje. En lekker opeten. En nu ga ik de boel opruimen en schoonmaken. Daar ligt Betty op ons bed. En ik krijg wel eens vaak vragen hoe ik dat dan doe, de huishouding en zo. Voorheen hadden we een schoonmaakster die 1 keer per week kwam. Dat was heel fijn, maar die is helaas niet meer hier werkzaam. Dus doe ik het zelf weer. En eigenlijk is dat prima te doen, alleen ik moet er gewoon even tijd voor maken. 1 keer per week even overal langs. En Yannick die doet ook veel, dus we doen het wel echt samen. Nu is het even een handig moment, want we krijgen visite. Dus dan is alles weer lekker picobello. Maar gelukkig heb ik deze dametjes die me nu gezellig kunnen helpen nu ze vakantie hebben. En ik het doen, ja. Ja, heel goed. Ja. Ik doe het dan het natte werk en jij doet het dan droog maken, hè? En ik doe nat. Oh, jij doet ook nat. Oké, dat is handig. Oh, jij doet het ook nat. Ja, het is een beetje dweilen met de kranen open, maar het is wel heel gezellig. Hè? Ja. Goed zo, een beetje invet zo. Gaan we de cake erin doen, hè? Heel goed. Amy doet de appeltjes erin. En zo ziet hij er nu uit. En nu gaat hij ongeveer 3 kwartier uurtje de oven in. En toen bedacht ik me, ik heb nog superveel rijpe bananen liggen. Waarom heb ik niet gewoon een bananenbrood gebakken? Dus ga ik dat alsnog doen, want dat is altijd wel lekker, ook bij het ontbijt. Voor de kids. Bananen, havermout, havervlok, kokos. Ik heb zelfs dadels in huis. Even kijken hoor, dan moet ik even mijn noten nog pakken. En eieren. Nou, dan kan ik aan de slag. Hier worden de banaantjes al een beetje fijn geprakt. Heel goed. Ga ik even de dadeltjes snijden. En dan gaan we daar al met de mixer beginnen. Bij gebrek aan nog een cakevorm heb ik het even in deze taartvorm gedaan. Ondertussen staat de cake er nog in en ga ik dus deze erbij zetten. En terwijl alles in de oven staat ga ik alvast koken. Ik ga een soort van wraps maken met gehakt. Ik eet dan zelf niet de wraps. En dan maak ik een soort vulling met tomaat en paprika, prei, courgette, mais en zo. Dus dat wordt heel lekker. Ik heb er gelijk een soort lasagne van gemaakt. Want ik had tortilla wraps en daar heb ik dus chippies van gemaakt. En een deel heb ik dus in lagen hierin zitten. Met kaas. Zijn ze lekker? Even papa roepen en dan gaan we lekker eten. Nou, zo ziet dat er dan lekker uit. Heerlijk. En dan moet je er even zo op doen. Oh ja, dat is lekker. Kun je gewoon zo en zo. Lekker. Goedemorgen, het is donderdag. Ik zal je er even bij kletsen. Gisteren zijn mijn schoonzus, zwager en neefjes hier aangekomen in de avond. En nu is het ochtend en zijn de kindjes al lekker aan het spelen. René en ik zijn aan het sporten. En de boodschappen zijn bezorgd. Dus ben ik tussendoor ook een beetje aan het opruimen. De kids zijn hier al heerlijk aan het spelen. Maar gezellig. En een beetje tv aan het kijken. Lana die speelt serveerster. Handig zeg dat Lana de serveerster is hier. Nog een aantal boodschappen op te ruimen en is dat ook weer klaar. En nog 1 kleine workout te doen. Toen was het lunchtijd en ik heb mezelf toch echt wel aan de watten gelegd, kan ik wel zeggen. Salade met veldsta, tomaat, komkommer, walnootjes, avocado, half avocado, 2 eitjes en balsamico dressing. Dat dus. En nog een beschuitje met berry en komkommer. Echt heerlijk. Dus ik ga hier lekker van genieten. En een kopje met groene thee. Nou, mijn schoonzus heeft de kids mee. Ik heb net even een paar uurtjes gewerkt, want dat moest ook gebeuren. Ik heb een pakketje van AliExpress. Dus die gaan we even openmaken. Ik denk dat ik al weet wat het is. Yes, I know. It's going to be great. Zo. Nu denk je, ja, wat is dat? Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is een trui. Yannick die kijkt al gewoon what's going on. Een hele grote trui. Eigenlijk een dekbedtrui. Voor op de bank. Ik ga hem nog wel aandoen. Anders doe ik hem nu wel even gauw aan. Een momentje. Zeg maar gewoon XXXL trui. Waar ik zelfs hoogzwanger in pas. Die heel warm is op de bank. Nou, leuk toch? Wat vind jij ervan, schat? Ik denk dat ik er wel praat van. Ja, dat denk ik ook. Je kan er goed mee groeien. Ja toch? Ik kan lekker hoppakee, zou ik 2 nog inpassen. Dus, nou ja, dit is mijn nieuwe trui. Net was ik weer in de glam, of tenminste glam in de krul. Vanmiddag had ik afspraak in het ziekenhuis. Eerst bij de oogarts, toen bij de internist. Het was allemaal helemaal in orde. Ik ben een heerlijke Thaise kippensoep aan het maken. Van het recept van Jamie Oliver. Mijn schoonzus, zwager en de kids die zijn bij mijn schoonouders eten. Dan heb ik ook echt even de keuken vrij voor die workshop. Want ja, qua geluid toch wel handig. En dan eten wij zo even, spreken we alles door, gaan we alles voorbereiden, ik in lijn. En dan kunnen we vanavond een kookworkshop geven. Superleuk. En mijn schoonzus heeft van mijn haar gekruld. Ik heb, bij de Action zijn we heel even geweest. Ik heb een nieuwe krultak gekocht en ik vind hem best wel lekker werken. Dus dat is dan wel weer heel goed. Ik zal hem gewoon een keer laten zien. Nou ja, ik heb hier de doos liggen trouwens. Dit is hem. Hij was 7,95. Je kunt ermee krullen en stylen. Dus ik dacht, nou is het wel het proberen waard. Verder zijn ook de voorbereidingen in volle gang voor de Gender Reveal Party. Die is volgende week woensdag. En op het moment dat jullie deze vlog kijken, is het denk ik over een week zover dat ik ook jullie bekend ga maken wat het wordt. Dus dat is heel spannend. Binnenkort hebben we daar een echo voor. En dan gaan we dus eerst onze familie en meest close vrienden in een heel klein clubje het bekendmaken. Dat ga ik natuurlijk filmen en daar ga ik dan een vlog van maken. Dus ook de Gender Reveal komt dichterbij. Super spannend. En dat is ook wel een hele leuke mijlpaal. Betekent ook dat de mijlpaal van een goede 13 weken echo voorbij is. Het eerste trimester, een goede nipt. Weet je, nu gaan we meer naar het genieten van de zwangerschap toe in plaats van toch wel een beetje die stress. Tuurlijk, 20 weken echo volgt nog. Maar ja, door deze echo's heb ik daar wel een goed gevoel bij. Maar ja, binnenkort dus ook de Gender Reveal. Super spannend en super leuk. Lijn is hier gezellig. Ik ben er al klaar voor. Nou, eerst lekker nog een soepje. Ja, lekker. Ga lekker eten. Zo ziet hij er uiteindelijk uit. En hier staan al wat ingrediënten klaar voor de kookworkshop. Zo wordt het helemaal leuk. Geen ingrediënten. Ja, nee? Oké. Okay. Bijna live. We zijn bezig met de allerlaatste voorbereidingen. Super spannend. En daar gaat de kookworkshop beginnen. In de KC Club dus. Dat is mijn membership voor KC Club leden. KC, Kellycaresse.nl. De deuren daarvan zijn nu niet open. Dus zit je nu te kijken en denk je, ja, die workshop had ik ook wel heel leuk gevonden. Ze zijn op dit moment niet open. Maar we maken wel een opname van deze workshop. En zodra de deuren weer open gaan van de KC Club... in december gaan we ook weer een kookworkshop doen. Dan kun je dus deze terugkijken. Meedoen aan de nieuwe, meedoen aan de kerstbingo, etc. Dus zorg dat je op de wachtlijst staat. Die zet ik even in de beschrijving. Dan weet je zeker dat je op de hoogte wordt gehouden op het moment dat de deuren weer open gaan. Die gaan altijd maar heel kort open. En dat is altijd een enorme sprint. Dus zorg dat je er dan bij bent. En als je op de wachtlijst staat, krijg je sowieso e-mail als dat zover is. Dus dat is wel een tip. Wij gaan live. En we gaan lekker koken. Ik zal een paar behind the scenes hier in de vlog laten zien. Het is vrijdag. Ik heb allemaal leuke spulletjes binnengekregen voor de Gender Reveal volgende week. Die gaan jullie volgende week zien. Super spannend. Ik zal het even laten zien. Ik heb dit besteld bij Gender Reveal. En dit is een roodbox. En dan heb je hier stickers met Team Blue of Team Boy of Team Girl. Allemaal leuke slingers. Hello little one. Oh baby. Roze en blauwe deco. Ballonnen. Confetti. Bochtjes. Super leuk, dus daar gaan we volgende week lekker mee aan de slag. Het feestje gaan vieren. Ik ga het heel klein vieren, maar ik heb er wel heel veel zin in. Super spannend natuurlijk ook, dus dat zien jullie volgende week. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. Laat een gezellige reactie achter. En dan zie je mij volgende week in de 15 weken zomervlog. Dankjewel voor het kijken. Doei!